Een enthousiaste klant zorgde dit weekend voor brand bij de keuken- en badkamerwinkel van der Stad. De klant zette een oven aan in een showroom zonder te beseffen dat die aangesloten was en dus daadwerkelijk ook aanging. In de oven lag nog een instructieboekje wat daardoor vlam vatte. De brandweer had het vuurtje snel onder controle. De aanwezige klanten, een man of 10, moesten tijdelijk buiten even wachten. Dit weekend vond de conferentie Geen Grenzen, maar Verbindingen plaats in Voorzieningenhart op de Heuvel in Groesbeek. Daarbij werd gesproken over de treinverbinding tussen Nijmegen en Kleef. De gemeenten Bergendal, Kleef, Kranenburg en Nijmegen zijn het nu eens over 6 belangrijke uitgangspunten. Namelijk dat het spoortracé als spoorverbinding veiliggesteld moet worden, dat reactivering van de spoorlijn gewenst is en dat goederenverkeer wordt uitgesloten. Ook moet de spoorlijn een doorgaande verbinding zijn voor railvoertuigen tussen Kleef en Nijmegen. Ten slotte moeten de railvoertuigen buiten de bebouwde kom zo snel mogelijk rijden en binnen de bebouwde kom zo langzaam als nodig is. Duidelijk is dat iedereen in de zaal vond dat elke politieke partij maximaal de invloed moet aanwenden om na de gemeenteraadsverkiezingen de spoorlijn in de coalitieakkoorden van de gemeente Nijmegen en de gemeente Bergendal opgenomen te krijgen. Hoogwater in de rivieren, dat trekt kijkers. Het water haalde weliswaar niet de hoge waterstand van 2 weken geleden en kwam ook niet tot op de Waalkade te staan, maar het was zeker indrukwekkend om te zien. Door het hoge water kunnen een aantal veerponten niet varen, waaronder het veerpontje bij Millingen en Pannerden. De waterstand is zo hoog door de hevige regenval in Duitsland en smeltwater uit de Alpen.